voorvoeren. Ik heb een mixje van paardkorst, van duivenvoer, hennep en mais. En dan gooi ik daar gewoon nog een bait boost doorheen. Toch voor net iets meer attractie voor de vissen. Dus gaan we even doen. Zoiets. Dit gaat zo over 4 stekken verspreid worden. Even mengen. Je ruikt het meteen al, het is echt heel erg zoet. Ik krijg meteen een andere kleur. Dan ga ik nu naar de waterkant en dan ga ik lekker voeren. We zijn aangekomen bij de Bielheimerweek. Het is super rustig water. Ga eerst maar steen zetten. We hebben de spullen opgezet. En als we een mooie vis vangen of zo, komen we bij jullie terug. Oké dan, hij zit erin. Beter! Oh, nu al, man. Nou, daar hangt een prachtig 20 pond eraan. Zo, kijk eens. Oh ja, dat kan wat. Net zo. Nou, ga je even onthaken. Nu zet je een klein beetje kracht. Echt een enorme bek. En hij is los. Nou, doen we eerst, als allereerst altijd de hengel weg doen. Anders ga je op je eigen hengel staan. Dat is niet chill. Oké. Okay. Ik gok 17. Ja, hij is denk ik niet, net niet de 20. Nou. Eerste visje. Echt super. Hij is niet heel groot. Staat hier mooi op? Zeker. Nou, dan ga je even wegen. Hij is gewoon net geen 20 pond. Ja, 19. 19 pond. Oh. Ja. Nou, oké. Okay. We gaan hem terugzetten. Even kijken waar de kop zit. De kop zit hier. Dan zet ik hem ook weer zo terug. Oh, wacht, daar zet ik hem even terug. Nou, zo. Opstapje. Nou, de rest doen we voorzichtig open. Goed haakmat in het water. En daar gaat hij. Echt. Echt super. Het is nu midden in de nacht. We gaan maar even slapen. We hebben nu 4 aanbeten gehad, waarvan we dus 1 karp hebben gevangen. En ja, ik hoop dat we niet veel kunnen gaan slapen, omdat we natuurlijk ons bed in moeten voor karpen. Hoop ik maar. Maar we gaan vroeg de wekker zetten. Dan gaan we 's ochtends de hengels weer mooi inwerpen.
middags. Ik ga stoppen. 5 aanbeten in totaal gehad, waarvan 1 karp per week te vangen. Niet heel succesvol, maar ja, dit is niet meer anders. Het is natuurlijk winter, blijft koud. De karp is aasten heel voorzichtig, helaas. Maar ja, ik zou zeggen like, comment, subscribe en vergeet me niet te volgen op Twitter. Als je me volgt op Twitter weet je precies wanneer ik wat ga uploaden. En of ik op dat moment de karpsessie of zo aan het houden ben. En dan zeg ik later.